De politie en dan met name de divisie zware criminaliteit... ...gaat nu een nieuw item lanceren. En dat is dat ze zich posteren rond VIP-tafeltjes bij vechtsportgalas. Want, zo stelt de dienst, zware criminaliteit rond VIP-tafeltjes. En voor degene wat me sterk lijkt die niet weten wat VIP betekent... ...very important people... Daar wil de politie nu zwaar op inzetten om dat in de eerste aanleg bij sportevenementen te gaan verbieden. En ten tweede willen ze dus mensen die een VIP-tafeltje en die zich ook als VIP neerzetten of zichzelf als VIP bestempelen, willen ze nu goed onder de loep nemen en daarmee eigenlijk de zware criminaliteit aanpakken. Zo stelt men. Maar ja, op zich is dat natuurlijk een heel goed teken. En waarom? Want iedereen die zich VIP noemt, zich als Very Important People opstelt, die kan dus extra aandacht krijgen van de Nationale Recherche of de afdeling Zware Criminaliteit. En waar ik me nou persoonlijk het meest op verheug wanneer het ingaat, en of de recherche Zware Criminaliteit deze unit genoeg manschappen kan inzetten en vrijmaken, dan zou ik zeggen. Begin morgen en dan wel in Den Haag, want in Den Haag en met name in de regering hebben ze zoveel vips. Althans, ze geven zich uit voor vips. Dat ik denk, nou, als die ooit eens in de VIP-room gaan zitten, waar het ook is. De tafeltjes zijn altijd bezet en ja, persoonlijk, daar zitten toch echt de grootste criminelen. Witte borden criminelen, wel te verstaan.